Jij zit vast wel eens voor de televisie 's avonds en je zet. En dan kom je, geloof ik, bij KPN zender 527 Salto tegen. En wat zie je dan? Het is nog erger. Ik heb een satellietontvanger. En ik moet tegenwoordig, om de Nederlandse zenders te krijgen, naar kanaal 631 tot 639. Het is niet zo eenvoudig. Nee, oké. Maar je hebt Salto wel eens gezien? Jazeker. En wat heb je daar voor gevoel bij? Altijd het gevoel dat het beter kan. Ja, oké. Nee, maar ik vind, Salto heeft twee kanalen. Nou, dat vertel ik niet nieuws mee, maar misschien weten de kijkers dat niet. Het ene kanaal is wat meer nieuws georiënteerd, het andere is wat meer gericht op maatschappelijke organisatie met een bepaald doel, jongeren, religie. En het belangrijkste is dat Amsterdammers de gelegenheid hebben om daar voor een hele lage prijs, want je betaalt voor een appel en een ei, om daar hun verhaal te doen en hun programma's te maken, zoals jullie dat doen. Ja. Maar om die onafhankelijke media-outlet te laten bestaan, hebben we 2,5 miljoen euro nodig. Ja, wij geven ruim 8 ton aan BOA en daaruit worden de open kanalen, de public access kanalen, gefinancierd. Mm-hmm. Dat lijkt voldoende, maar ja, voldoende, wat is voldoende? Het aardige is dat de media zich zo snel ontwikkelt dat ook internet steeds meer gebruikt gaat worden. De internetkanalen van Salto worden toch al tot 300.000 mensen bekeken per jaar. Nou, je ziet het bij AT5 nog meer sneller gebeuren en daarmee wordt dus het maken van tv en radio goedkoper. Aan de andere kant, je moet zorgen als overheid, wij als gemeenteraad, dat er faciliteiten zijn en dat jullie ook daadwerkelijk programma's kunnen maken, je verhaal kunt laten horen. Dus ik vind dat we dat moeten behouden. Dat kan natuurlijk heel wat verbeteren aan Salto, want ik wil niet dat mensen gaan doorzeppen. En dat betekent meer herkenbaarheid, meer samenwerking. Je hebt gezien in de nationale zenders, die hebben zendercoördinatoren gekregen, die een bepaalde helderheid moeten gaan creëren en daarmee meer kijkers moeten trekken. Je zou aan zoiets kunnen denken, maar dat is niet mijn taak. Ik ben politicus en ik probeer geld veilig te stellen en voorwaarden te scheppen, zodat jullie je werk kunnen doen. Ja. Nou, jouw collega en wethouder Ollongren heeft een conceptvisie van die media geschreven. En daar staan inderdaad termen in als kwaliteit en ook de term haarvaten die ooit eens in Den Haag is geuit. Haarvaten, waar denk je dan aan? Dan denk ik aan hele buurtgerichte programma's. Was het niet dat jullie uit de statie in de buurt komen? Mm-hmm. Nou, een hele actieve buurt, zowel met de krant als met media. Ik woon zelf in de Negen Straatjes. Ik zie nooit iets over de Negen Straatjes op Salto. Maar dat moet kunnen. En daar is het voor bedoeld. Ja, oké. Okay. Laagdrempelig. Laagdrempelig, precies. Maar je zei net al, faciliteiten, er zijn middelen nodig. Mm-hmm. Hoe krijgen we die? Amsterdam beleeft een nieuwe gouden eeuw. Waarom kunnen we niet gewoon een fatsoenlijke lokale tv? Ja, er zijn een aantal dingen waar je in. Kijk, wij geven als Amsterdam ruim 3 miljoen euro uit aan lokale tv. Daar zit dan die 8 ton in die naar de publieke omroep Amsterdam gaat, waar Salto uit gefinancierd wordt. En ongeveer 2,5 miljoen aan AT5. Dat is niet voldoende om AT5 als een hoogwaardige nieuwszender, lokale nieuwszender te financieren. Ik heb ook voorgesteld om AT5 een regionale functie te geven. Er zijn 10 gemeentes die rondom Amsterdam liggen. Bij elkaar opgeteld wonen daar ongeveer 1,3, 1,4 miljoen inwoners. En er zijn nog gemeentes die verder liggen die ook veel met Amsterdam te maken hebben. Die hou ik dan even erbuiten. Dus 1,3, 1,4 miljoen inwoners kun je bedienen met AT5. Mm-hmm. En dat is belangrijk, want als er een vliegtuig in de problemen komt op Schiphol, dan willen wij dat in Amsterdam ook weten. Mm-hmm. Niet alleen in Den Haag, maar meer. En als er iets gebeurt in Amstelveen, dan is dat net zo belangrijk als dat er iets gebeurt in Amsterdam-Noord. Ja. Mm-hmm. Mensen in Diemen, in Oudekerk, in Amstelveen voelen zich net zo Amsterdammers als jij en ik. Ja, okay. Nou, en daar doen we niks aan, omdat we AT5 alleen maar voor de gemeente Amsterdam financieren. Dus ik vind dat je het geld wat beschikbaar komt voor regionale televisie in Noord-Holland moet gebruiken voor een zender voor de provincie, dat is RTV Noord-Holland, en een zender voor Amsterdam. En ik vind dus dat AT5 als 14e regionale zender toegevoegd moet worden aan het bestel. We hebben net een nieuwe mediawet gekregen en daarin staan dat er 13 regionale zenders zijn. Zuid-Holland heeft dat goed geregeld, Rotterdam en Den Haag, want die hebben regionale zenders gericht op Den Haag, gericht op Rotterdam. Ja, en dat moeten wij hier in Amsterdam ook hebben.
Hoe is die verdeling nu tussen die financiële verdeling tussen AT5 en Noord-Holland? Al het geld gaat naar Noord-Holland. Dus al het geld voor de provincie Noord-Holland, hoeveel? Ongeveer 2,8 miljoen inwoners. Dat is rond de 17 miljoen. Je moet even de bedragen goed in de gaten houden. Het is, van het Rijk is het bijna 14 miljoen en dan komt er nog zo'n geld van Amsterdam bovenop. Dus het is ongeveer 17 miljoen wat naar Noord-Holland gaat. En RTV Noord-Holland maakt dus AT5. Nou, AT5 is sinds kort onderdeel geworden van de publieke omroep Amsterdam. Daarvoor was het een samenwerkingsverband tussen Parool, Afro Tros en RTV Noord-Holland. Er is een ingewikkelde belastingtechnische probleem ontstaan met BTW. En daardoor moest die stichting ertussenuit en valt dus nu AT5 weer onder de publieke omroep Amsterdam. Maar er gaat dus een groot bedrag. Hoeveel geld gaat naar de rest van Noord-Holland in vergelijking ten opzichte van Amsterdam in relatie met het aantal bewoners dat er in Amsterdam is? Er zijn 2,8 miljoen inwoners in Noord-Holland en al het geld gaat naar RTV Noord-Holland, inclusief het geld voor Amsterdam. Het enige geld wat uitgegeven wordt aan AT5 is dan het geld van de gemeente Amsterdam, wat wij beschikbaar stellen. We hebben een contract voor gemaakt voor 10 jaar. Moet overigens dit jaar geëvalueerd worden, halverwege zijn we. En daar gaan we heel scherp op letten, want ik vind dat het niet goed gaat met AT5. Dus terwijl de helft van de inwoners in Noord-Holland in Amsterdam woont, gaat er eigenlijk maar relatief een heel klein gedeelte. Ja, de directeur van RTV Noord-Holland heeft uitgerekend dat de synergie ongeveer een miljoen bedraagt. Hè. Dus je zou zeggen, doordat AT5 gemaakt wordt door RTV Noord-Holland en door de samenwerking, hè, de hoofdredacteur van RTV Noord-Holland is ook de hoofdredacteur van AT5. Nou, dat scheelt kosten. Als je dat kwantificeert, kom je ongeveer op een miljoen uit. Maar het programma AT5 wordt volledig betaald door Amsterdam. Het commissariaat van de media staat het ook niet toe dat er publiek geld van Noord-Holland naar Amsterdam gaat. Met de nieuwe situatie zou dat nog wel weer kunnen. Maar ik denk dat we gewoon net als in Zuid-Holland, net als in Rotterdam en Den Haag, Amsterdam zijn eigen regionale zender moeten gunnen. Ja, maar die Van Gessel, die directeur van RTV in Noord-Holland AT5, is ook sinds kort de bestuurslid van POA. Ja. Is dat niet te veel verantwoordelijkheid onder één pet? Ja, ik heb tijdens de commissievergadering, toen we het daarover hadden, tegen de wethouder gezegd, ik vind dat te veel petten. D66 vindt dat dat niet kan. Ze zou het uitzoeken, hoe het precies geregeld is. Ze had de indruk dat het een tijdelijke situatie is. Dus ik verwacht daar nog tekst en uitleg over. Ja, precies. En die Buurma, die Rudolf Buurma, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Dat is de directeur van Pola, hè? Ja. Ja, die is helaas nu ziek. Dus ik weet niet of die terugkomt. Maar op dit moment heb ik begrepen dat zijn tweede man, vrouw in dit geval dan, samen met Paul van Gessel de directie van POA. Anne Jikke. Anne Jikke, ja, precies. Ja. Maar zou zo'n POA niet een wat uitgebreider bestuur moeten hebben? Kijk, dit is directie, hè. Er is natuurlijk een bestuur, wat daar een raad van toezicht die erachter zit. En daar zitten mensen in van verschillende plumage. Vijf leden, volgens mij komen daar twee nu bij. Ik heb het niet helemaal scherp op het netvlies staan, omdat we al heel lang niet over de regionale omroep hebben gesproken. Dus alles wat ik weet, dat heb ik zelf moeten achterhalen. Ja. Buurma is heel lang dus alleen het enige bestuurslid geweest van POA en de enige directeur. Ja, Is dat niet de wens? Hij is de enige directeur geweest, maar er was een raad van toezicht van 5 mensen. Maar dat is geen bestuur? Nee, maar je kunt in Nederland kun je kiezen tussen twee modellen. Hè. Dat zijn raden van toezicht met een directie of een bestuur. En het bestuur vormt dan vaak ook de rol van de directie. Het Stedelijk Museum heeft een raad van toezicht en een directeur. POA heeft een raad van toezicht en een directeur. Dat is normaal. Alleen wat we nu zien is dat er mensen met verschillende petten zitten. En ik vind dat je heel helder moet zijn en transparant in hoe je een organisatie opzet. Het is publiek omroep, het is publiek geld. Daar moeten ook geen mensen met topsalarissen rondlopen. Is dat nu wel het geval? De directeuren van de regionale omroepen worden te hoog betaald. Ja. Ja. Loopt in de tonnen. Dus daar gaat de bijl in. Nou ja, dat zou moeten. Ja, okay. Op het moment dat AT5 die 14e regionale omroep wordt, gebeurt er dan met Salto, Public Access? Nou, in principe heeft het geen enkel effect op Public Access. We houden Public Access zoals het is. Ik ken de plannen van de wethouder nog niet, maar ze is van mijn partij, dus ik denk dat wij daar bijna hetzelfde over denken. Wat wij heel belangrijk vinden is dat, zij noemt dat aan haar vaten, ik noem het gewoon laagdrempeligheid,
Amsterdammers die radio en tv willen maken, we hebben 3 Salto-zenders, we hebben 7 radiozenders, die moeten dat kunnen blijven doen. Mm-hmm. En nogmaals, het gaat om 7 euro per half uur geloof ik voor radio en 20, 30 euro per half uur voor tv. Dat zijn hele lage bedragen waar je dus je uitzending voor kunt maken. En ja, het is natuurlijk heel mooi dat wij dat hebben in Amsterdam. En ik vind dat we dat moeten behouden, daar moeten we trots op zijn. Maar, we hebben eigenlijk 1,3 miljoen camera's en microfoons nodig. Want ja, er zijn eigenlijk maar 50 aanbieders. Bij Salto. Nou, ik heb in mijn lijstje, ik heb het even nagekeken. Er zijn 79 tv-programma's uitgezonden vorig jaar. Er zijn 223 radioprogramma's uitgezonden door 154 radiostations. Mm-hmm. Dus ik vind dat nogal gaat goed. Oké, okay, dat is ik. Ik vind dat ruim vertegenwoordigd. Vind ik het goed doen? Nou, ik vind dat de televisie, want daar hebben we het nu over, mm-hmm. dat zijn er volgens mij enkele tientallen. Dat vind 79 ik... programma's en de programma's is niet gekoppeld aan een station. Hè? Maar ja, ook dan nog vind ik het ten opzichte van 1,5 miljoen inwoners betrekkelijk weinig. Nou ja, we hebben 3 kanalen, zei ik al. 2 daarvan worden volledig gebruikt voor Salto. Salto 1, Salto 2. 7 dagen per week, 24 uur per dag. Dus er is nogal wat ruimte. Er kunnen er meer bij. Je zegt bijvoorbeeld zelf dat over de 9 straatjes zie je niks. Wij zouden graag een programma erover gaan maken als we tijd en geld hadden. Maar kijk, het probleem is natuurlijk, de gemeente moet een faciliteit bieden. Mm-hmm. Voor Amsterdammers om radioprogramma's te maken en tv-programma's. Dat betekent niet dat de gemeente Amsterdam met belastinggeld dat ook moet gaan financieren. We moeten zorgen dat de faciliteiten er zijn. Dus als jullie goedkoop een camera willen huren, dan moet dat kunnen. Gebruik maken van de studio, dan moet dat kunnen. En dat geldt voor iedere Amsterdammer. Het is niet zo dat wij als gemeente gaan zeggen, nou, laat maar eens even een programma over de 9 straatjes subsidiëren. Daar zou ik geen voorstander van zijn. Nee, maar het blijkt toch, ja, via wat buurtgelden, buurtinitiatieven, kan men een toelage krijgen. En daar kan je misschien een cameraatje van kopen of wat uitzendtijd. En ja, dat is dus toch voor veel mensen nog een te groot drempel om dat te doen. Ja. Waarom pak je zelf bijvoorbeeld geen camera en gaat even de straatjes Dat kan, maar ja, het lullige is, ik ben gemeenteraadslid en ik heb stapels papieren liggen die gelezen moeten worden. Maar wij hebben hier op de fractiekamer een camera en het plan is om die te gebruiken op de website van D66 korte statements te maken van gemeenteraadsleden die iets bijzonders gedaan hebben. En er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Van de website, maar we gebruiken er eigenlijk geen beeld voor. En ik zou niet weten waarom. Dat kan heel makkelijk. En in de toekomst, je zei net, zie ik toch een soort kwaliteitsbewaker die dat dan een kontje moet geven, die Salto. En waar denk je dan aan? Nogmaals, ik ben politicus. Hè. Ik wil niet me gaan bemoeien met hoe dat allemaal moet. Okay. Wat ik wel vind, is dat Salto herkenbaarder kan. En daar moet er wat voor gebeuren. Misschien is daar ook wat geld voor nodig. Maar mensen moeten weten dat Salto er is. Mensen moeten weten dat je programma's kan aanbieden. Dus dat is die communicatie moeten we verbeteren. We moeten denk ik wat meer aan samenwerking gaan doen. Dat scheelt ook kosten. Hè? Want je hoeft niet allemaal een camera te hebben. Je kunt ook die camera doorgeven. We moeten kijken naar de faciliteiten die er zijn. Zodat de drempel laag blijft. En dat er dus niet een barrière gecreëerd wordt. En ja, ik heb begrepen dat er wordt gekeken naar meer samenwerking met maatschappelijke culturele organisaties. Die zullen dan ook wat zendtijd gaan opslokken. Maar ja, ik zei al, 7 dagen per week, 24 uur per dag, er blijft nog plenty tijd over. Mm-hmm. Geef maar even een voorbeeld. Hè. We hebben net het kunstenplan is van start gegaan. De voorstellen zijn nu binnengekomen. Er zijn 240 instellingen in Amsterdam die geld gevraagd hebben uit het kunstenplan. Nou, die zouden heel goed programma's kunnen aanleveren op Salto van wat ze doen. En daarmee verantwoording afleggen, niet alleen op een papieren jaarverslag, maar bijvoorbeeld ook op een videojaarverslag. Okay. Is tv niet een beetje ouderwets? Ja, dat zei ik net al. Oh, dat zei je al? Ja, dat ik zei, dat online steeds groter wordt. Hè. Salto is natuurlijk een relatief bekende organisatie, maar als je al 300.000 hits hebt en 100.000 unieke gebruikers per jaar, dan is dat toch een hoop. Gelukkig zijn er nog jongeren, hè, Amsterdammertjes bijvoorbeeld, die ook die tv nog maken. Of gewoon via de mediacollege. Maar wat zou je zelf bijvoorbeeld graag willen zien op zo'n public access? Nou, ik was vroeger een grote fan van De Woestijn Leeft. Hè. Oh, ja. Dat programma wat onder AT5 is uitgezonden, waar Max Bam en Jeroen Henneman door de stad gingen en aangaven wat er zoal gebouwd werd en dingen die ze niet begrepen. Nou, dat vond ik een schitterend lokaal programma. Dat zou ik dolgraag weer willen zien. Okay.
Wij hebben, vroeger had je ook Rob Zwetsloot, die direct na de raadsvergadering jullie onder handen nam. Ja. Dat bestaat helaas niet meer. Wij hebben een idee om dat weer te gaan invoeren. Wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik een uitstekend idee. Uh-huh. Ik bedoel, wij zitten hier met z'n 45 jullie geld uitgeven. En er mag best wel wat meer controle op, want AT5 laat dat liggen. Ja, wat vind je? Ja, dat de afgelopen jaren is dat zoveel minder geworden dat ik me afvraag of dat wel verantwoord is. In het voorgesprek had je het ook al over dat je vindt dat de kwaliteit van AT5 achteruit gaat. Ja, nou ja, kijk, je ziet dus dat bij de evaluatie, en dat is niet alleen mijn mening, maar er wordt ook gekeken naar mensen die daar echt verstand van hebben. En die zeggen, ja, we zien die programmering heel veel naar RTV Noord-Holland toe gaan. Nou, ik denk dat het onderzoek wat AT5 of het RTV Noord-Holland heeft laten doen naar hun achterban, dat heel interessant is voor Noord-Holland. Maar ik heb in mijn opinieartikel in het Parool gezet, er is een groot verschil tussen wat er in Noord-Holland leeft en wat er in een stad als Amsterdam leeft. Dat kun je niet met elkaar vergelijken. Het is niet zo dat je even een titeltje AT5 maakt en je kopieert wat er in de provincie gebeurt, alleen je vervangt dan het woordje Noord-Holland voor Amsterdam. Zo werkt het niet. Dus je moet veel actiever zijn in Amsterdam. En als ik ga kijken naar lokale, regionale zenders in Europa, nou dan kan er nog wel een tandje bij AT5. Maar als je nou één man neerzet die zowel directeur van AT5 als van Noord-Holland is, dan krijg je dat toch, dat het op elkaar gaat lijken? Nou, die directiekoppeling, daar kan ik me nog iets bij voorstellen, maar ik vind het buitengewoon onverstandig om een hoofdredacteur te hebben voor AT5 die dezelfde hoofdredacteur is als RTV Noord-Holland. Want die man moet twee totaal verschillende bladen maken. Dat is het NRC en de Telegraaf onder één hoofdredactie. Dat kan mee. Dat gaat er bij mij niet in dat goed gaat. En dat blijkt ook wel, want ik vind niet dat het goed gaat. Nee, dat zeg je, die AT5 gaat niet goed. Mensen die daar werken, die zijn ongerust over de toekomst. Welke signalen ontvang jij daar? Ja, ik heb met een aantal mensen proberen te praten, maar ik merk ook dat mensen dat niet fijn vinden, dat ze bang zijn. Ik merk dat bij de medewerkers van Noord-Holland de angst leeft dat Amsterdam de subsidie en daarmee de geldstroom gaat opeten. Ik heb begrepen dat de mensen van AT5 dolgraag naar een regionale variant willen. Dus er is nogal wat gaande. Maar nogmaals, ik ben politicus, ik bemoei me daar niet mee. Ja, okay. Je hebt Buurma gesproken onlangs en er zou iets zijn opgelost. Nee, een tijd geleden. Ja, dat is dat een van de redenen waarom ik met hem in gesprek kwam. Dat is alweer bijna 2 jaar geleden, denk ik. Dat had te maken met de printregeling. De overheid heeft bepaald dat er btw gerekend moet worden op het geld wat uiteindelijk naar AT5 ging. Dat is 21% op 2,000 miljoen. Nou, dat is 5 ton wat weg zou vallen voor AT5. En dan kun je AT5 niet meer maken. Dus dat probleem is opgelost door Buurma in de afgelopen periode met een externe adviseur. En dat heeft ertoe geleid dat de stichting die vroeger Amstel TV, dat is AT5, in bezit had, Avro, Tros, Parool en RTV Noord-Holland, die heeft zijn aandelen overgedaan aan de publieke omroep Amsterdam. Oh ja. En daardoor is er dus geen sprake meer van een situatie waarbij het btw afgedragen moet worden. Dat is opgelost en daardoor kunnen we nu verder met de gedachte voor de verdere ontwikkeling van AT5. En dat is nogmaals in mijn ogen een regionale ontwikkeling. Rudolf Buurma is ziek, dat is betreurenswaardig. Ja. Er zit nu een interim directrice al vrij lang. Ja. Ik heb geïnformeerd bij de Raad van Toezicht of het misschien niet eens tijd zou worden dat er een nieuwe directeur komt. Want ik vind dat een organisatie als POA die wel nodig heeft. Dus niet een interim, maar een echte directeur. Het antwoord is dat er geen sollicitatieprocedure op stapel staat. Wat vind je daarvan? Nou ja, kijk, we hebben het over Annieke Ebbingen. Dat is de tweede vrouw van POA. Die werkt al heel lang en die staat bekend als buitengewoon degelijk. Dus daar hebben wij in ieder geval alle vertrouwen in. Daar is nu Paul van Gessel van RTV Noord-Holland naast gezet. Ik heb aan de wethouder gevraagd of dat wel verstandig is. En of dat een tijdelijke situatie is of dat permanentie heeft. Zij gaf mij de indruk dat het tijdelijk is, maar ze zou daarop terugkomen. Oké. En nog even over meneer van Gessel. Je zei daar in het voorgesprek iets over dat het er een beetje op lijkt dat er bepaalde ontwikkelingen aan de gang zijn. Het wordt nu wel ingewikkeld, hè? Ja. Nou ja, kijk, de overheid, ik probeer het eenvoudig uit te leggen. De regering heeft besloten om 17 miljoen te schrappen van het budget van de regionale omroepen. Dus 13 regionale omroepen krijgen allemaal geld.
Dat is dus die 14 miljoen die Noord-Holland krijgt. Daarvan moeten ze allemaal wat inleveren. Nou is er een stichting, die ze allemaal vertegenwoordigt, die heet de Stichting Roos. En de Stichting Roos heeft gezegd, nou als we die 17 miljoen bezuiniging moeten opleveren, dan moeten we dat doen door meer te gaan samenwerken. Dan kan dat. En die hebben voorgesteld dat er 5 clusters komen. En de cluster waar Amsterdam in valt, is de cluster Noord-Holland, Utrecht, Flevoland. Die komen bij elkaar en dat is dan eigenlijk de grootste cluster binnen die 5 die straks onder de regionale publieke omroep gaan fungeren. Uit de krant heb je kunnen lezen dat vorige week de Eerste Kamer akkoord gegaan is met de mediawet. Met name op het stukje regionale omroep. Dus dat gaat sowieso gebeuren. En dat betekent dat het plan Roos wordt uitgevoerd. Nou, wat wij voorgesteld hebben, wat ik voorgesteld heb, is om onder dat plan Roos die 13 omroepen er eentje bij te doen, nummer 14. En die noemen we AT5. Oké, maar Dekker, staatssecretaris Dekker, die werd teruggestuurd om het huiswerk te doen. En die heeft het gehalveerd. Nee, dus per 1 januari 2017, nee, 8,5. Ja, maar dat komt omdat de bedoeling was dat de regionale publieke omroep zou beginnen op 1 januari jongstleden. Daarom is het vorig jaar nog snel door de Kamer gegaan. Maar toen kwam het in de problemen bij de Eerste Kamer. Mede ook omdat wij gevraagd hebben aan de D66 Eerste Kamerlid om te vragen naar de positie van AT5. Dus het waren heel veel vragen en dat heeft de boel opgehouden. Nou, uiteindelijk heeft staatssecretaris Dekker veel toezeggingen gedaan. Maar goed. Even terug naar die clusters. Hè. Die clusters die komen er straks. En dan is Paul van Gessel wordt dan de baas van die cluster. En is daarmee de grote baas van de regionale omroepen in Nederland. Want hij vertegenwoordigt de grootste cluster. Oké. Okay. Ja. Okay. Als dat maar goed gaat. Gaat dat goed? Ja, het is een mooie Amsterdamse of Nederlandse uitspraak. Let op uw zaak. Ja, precies. Kunt u dat nader uitwerken? Nou ja, kijk, zoals ik al zei, ik ben niet gelukkig met een intensieve samengaan van AT5 en RTV Noord-Holland. Ik heb begrepen dat de directie vorige maand tegen de ondernemingsraad van RTV Noord-Holland heeft gezegd dat dat moet kunnen, dat dat gaat gebeuren, dat dan de samenwerking beter gaat. Dat betekent dus dat je de 2 redacties gaat samenvoegen. Er is geen stadsredactie bij RTV Noord-Holland, maar een redactie. En er is een stadsredactie bij AT5. Voeg je de 2 stadsredacties bij elkaar, maak je 1 redactie. Logisch als je 1 hoofdredacteur hebt, maar ik ben er geen voorstander van. Ik denk dat we het, om af te ronden, jij nog even de zaak van de buurtkrant moet aanroeren. Je weet dat er in juli 2015 een motie is aangenomen, unaniem, voor een inventarisatie van lokale papieren kranten. Ja. Er zijn er een stuk of 40 in de stad. Wordt er iets bekend bij de voorjaarsnota? Of daar ruimte voor komt? We hebben gepleit om eens na te gaan wat de mogelijkheden zijn. Hè? Hoe samenwerking tot gevolg kan hebben dat ze een wat betere positie krijgen. Nou is het probleem bij print dat allemaal minder wordt. En dus ook duurder. Dus ik heb geen idee. Ik moet je de waarheid zeggen. Ik was een groot voorstander van die motie. Dus die hebben wij gesteund. Ik heb nog geen reactie daarvan van de wethouder gezien. Nee. Lees je zelf wel eens een buurtkrant? Ja, ik krijg er regelmatig een. En ik krijg ze ook vaak in mijn postbakje. Dat het leeft is mij helder. Hoe heet die bij de 9 straatjes? We hebben geen 9 straatjes, we hebben een nieuwsbrief. Nieuwsbrief is maar die is elektronisch. Oké. Ja. Ken je de staatskrant uit de staatsie de buurt? De staatskrant die ken ik, ja. Die gaat dus verdwijnen na een traditie van 40 jaar. Ja, dat vind ik heel jammer. Ja. Dat is heel jammer. Wat ga je daaraan doen? Nou ja, kijk, wij hebben dus gezegd, en dat hebben we raadsbreed gedaan, dus dan kun je merken dat er groot draagvlak is, dat er gekeken moet worden naar de situatie van die buurtkranten. En daar moet een oplossing voor komen. Of de oplossing is dat we daar geld naartoe moeten schuiven, dat weet ik niet, dat vraag ik me ook af. We hebben gezien dat bij het magazine Mug de digitale variant misschien nog wel beter is dan de gedrukte variant. Dus je zou kunnen zeggen van moeten er niet meer digitale varianten komen. En het interessante is natuurlijk dat Amsterdam heel goed vertegenwoordigd is op het internet. Hè? Dus het grootste deel van de bevolking zit op internet. Nou, dat betwijfel ik. Je hebt een aantal wijken waarin je een grote bevolkingssamenstelling hebt. Allochtoon, oud, laag inkomen, die hebben misschien helemaal geen smartphone of computer. Dat kan.
En hoe gaan we die bereiken? Ja. Nou ja, het een sluit het ander niet uit. Hè. Maar je ziet die ontwikkeling. En dat er zijn nu 40 buurtkranten, zei je. Ik kan me best voorstellen dat er over een x aantal jaren nog maar 20 zijn. En dat er 20 online variaties zijn. Mm-hmm. Het kan met elkaar samengaan. Het kan elkaar vervangen. Ja, kijk, nogmaals. Dat moeten die mensen die daarmee bezig zijn zelf gaan bepalen. Wij als overheid moeten reageren op signalen uit de samenleving. Als er breed gedragen in de gemeenteraad de belangstelling is om dat te financieren, dan moeten we ook de daad bij het woord voegen en daar geld voor beschikbaar stellen. Als blijkt dat het op een andere manier kan, dan gebeurt het op een andere manier. Ik vind in ieder geval dat lokale media, en of dat nou in print is of online of radio of tv, dat moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Mensen moeten kunnen weten wat er in hun buurt gebeurt. Ja. Dat vindt D66 belangrijk en daar staan wij voor. Je leest zelf ook nog een papieren krant? Ik lees er drie. Ja. Ja. Niet op een iPad. Nou, bij de Volkskrant heb ik hem nu in print op zaterdag en door de week lees ik hem elektronisch. Bij het Parool krijg ik hem iedere dag, een NRC ook in de bus, maar het interessante is dat die zijn online al om 4 uur 's middags beschikbaar. Ik zit zo meteen weer in de trein op weg naar Zwolle. Dan krijg ik een e-mailtje van NRC en daar staat de NRC van vandaag is online. Ja, dan ga ik niet wachten tot ik vanavond om 7 uur of misschien om 10 uur thuis ben om dan nog de krant te lezen. Dan ga ik gewoon in de trein op de iPad de krant lezen.